Jordan en Theo van Giving Tuesday. En die hadden eigenlijk een hele interessante vraag voor ons. Hoe zet je nou twintigers en dertigers aan tot geven, tot meewerken aan goede doelen? En dat is een thema dat bij heel veel goede doelen leeft. We hebben allemaal in de afgelopen tientallen jaren instrumenten opgezet die heel goed werken en die soms verdwijnen en er komen weer nieuwe voor op. Maar het blijft moeilijk om jongeren te betrekken. Dat vonden we dus een hele leuke vraag. Ik ga daar verder niet zo heel veel over zeggen, alleen dat we er gezamenlijk een onderzoek naar gedaan hebben. En als Saskia verder wil tikken, dan is dit de agenda van vandaag. Even een kort voorstelrondje, zowel van Giving Tuesday als vanuit Blokes. En nou, vergeef het me dat we alle mensen die meedoen even overslaan, maar als we ons allemaal alle 74 gaan voorstellen, dan hebben we niet genoeg aan een uurtje. Dus leuk om jullie hier te ontvangen en wie weet maken we een keer op een andere manier kennis. We doen het voorstelrondje dus. Dan zullen we even ingaan op de methode, want dit is een hele vernieuwende methode waarop we dit onderzoek gedaan hebben. Dat zal Saskia Vinken doen van Blokes. En vervolgens natuurlijk, wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek? Hoe trigger je nou die twintigers en die dertigers? En aan de hand van dat onderzoek kunnen we jullie meenemen in wat tips en tricks. Hoe benader je die groepen nou? En hoe doe je dat als je onderscheid kan maken tussen een groep twintigers en een groep dertigers? En hoe doe je dat als je dat onderscheid niet kan maken? En dan hebben we nog tijd voor vragen daarna. Ik zou willen voorstellen dat we naar de volgende slide gaan, Saskia. Dan wil ik hierna het woord geven aan Jordan en daarna aan Theo. Want zij gaan vertellen wat zichzelf even voorstellen. Maar ook wat over de achtergrond en het ontstaan van Giving Tuesday vertellen. Maar ook wat dat nu inhoudt en hoe dat in Nederland in elkaar zit. Ja, Jordan? Dankjewel, DJ. Ik zal mezelf dus even kort voorstellen. Ik ben Jordan Verbergen. Ik ben de Global Leader van Giving Tuesday in Nederland. Dat is een vrijwilligersfunctie. We werken met een volledig vrijwilligersteam. Een mooie term, Global Leader, dat hebben we gekregen als naam vanuit Giving Tuesday Amerika. Wij noemen onszelf eerder de initiatiefnemer van Giving Tuesday, de beweging in Nederland. En naast datgene wat we voor Giving Tuesday doen, ben ik de directeur van Stichting Geef Gratis. En dat is mijn betaalde functie, dus ik ben een loondienst bij Stichting Geef Gratis. En daar werk ik voor de concepten Geef.nl. Het software en hardware donatieprogramma TechSoup. En via geef.nl kun je in actie komen voor jezelf, een ander of een goed doel. En via TechSoup doneren we software en hardware aan non-profits in Nederland. En dan zou ik zeggen, geef ik het woord door aan Theo, dat Theo zichzelf voor kan stellen. En ik ben Theo Heesen, dus ook Global Leader. Dat is mooi van die Amerikanen. Iedereen is daar ook vice president van het een of het ander. Dus wij zijn ook Global Leaders. Ik werk al heel lang in de goede doelenwereld als fondsverwerver, marketing manager, communicatie manager. Enkele jaren geleden heb ik samen met een vriend van mij het instituut Goed Nalaten opgericht. Dat houdt zich vooral bezig met de werving van erfenissen voor goede doelen. Dus meer goede doelen voor je, meer erfenissen voor je doel, bel Theo, is de samenvatting. En ik zit dus al sinds mijn 16e ongeveer in maatschappelijke organisaties. Dus om dat even goed door te trekken, ben ik samen met Jordan Giving Tuesday in Nederland begonnen. En Giving Tuesday, wat is dat dan? In 2012 zei Henry in New York, we hebben nu Black Friday gehad, we hebben Cyber Monday gehad, dus we hebben onszelf te pletter geshopt voor onszelf. Dus op dinsdag gaan we iets voor een ander doen. En dat maakt niet uit wat je doet, als je maar iets voor een ander doet. Dat idee is ontzettend goed aangeslagen in de Verenigde Staten. En we willen vooral niet zeggen dat alle ideeën uit de Verenigde Staten goed zijn, maar dit is wel een hele geniale. Dus heel veel mensen in de Verenigde Staten hebben dat opgepakt. En wat we eigenlijk doen is mensen mobiliseren, organisaties mobiliseren om goed te doen voor een ander. Dat kun je solidariteit noemen, dat kun je vrijgevigheid noemen. Dat maakt ons helemaal niet uit. En dat doen we inmiddels over de hele wereld. Giving Tuesday is nu actief in bijna 70 landen over de hele wereld. Dus daar kan Jordan misschien nog even iets verder op inhaken.
Ja, zoals jullie zien, zien jullie de foto met daarop alles, alle initiatiefnemers uit de verschillende landen. We hebben aan iedere initiatiefnemer in het land gevraagd, maak even een hartje en stuur die foto door, zodat wij aan iedereen kunnen laten zien dat we echt te maken hebben met een wereldwijde vrijgevigheidsbeweging, beweging, dus goed doen voor een ander. En ja, als wereldwijde beweging hebben we contact met elkaar en houden we elkaar op de hoogte hoe we non-profits, bedrijven en individuen mee kunnen laten goed doen. En sinds vorig jaar 2019 is de eerste editie in Nederland geweest. Dat was een groot succes, waar zo'n 250 goede doelen die deelgenomen hebben aan Giving Tuesday in Nederland. Dit jaar is de tweede editie. Je ziet hier het vrijwilligersteam in beeld. We zeggen ook save the date, dus hou in de agenda 1 december 2020. En het is 1 december 2020, de dag, de dinsdag na Black Friday, waarop we dus Giving Tuesday vieren met z'n allen. Theo, wil jij de punten doornemen hoe deel te nemen? Ja. En voor goede doelen is Giving Tuesday een heel mooi moment om de achterban te mobiliseren. Je vrienden, je leden, je donateurs. Breng die in actie om iets voor jouw goede doel te doen. Als goed doel kun je je actie dus op ons platform promoten. Het gaat niet om alleen om geld doneren. Vrijwilligerswerk doen, goederen inzamelen of een petitie organiseren. Het maakt niet uit als je maar iets voor een ander doet. Zelfs als goed doel, de eenvoudigste manier om mee te doen is al je vrienden, leden en donateurs bedanken voor wat ze al het afgelopen jaar voor jou gedaan hebben. Dat is de beste manier om ze te mobiliseren om nog meer te doen. Gebruik bij al je acties rond Giving Tuesday ook de hashtag Giving Tuesday, vooral op social media. Giving Tuesday is ook een beweging die sterk geworden is door het gebruik van social media. Via de social media spreken we ook heel veel jongere mensen aan. En dat is ook zeg maar waarom wij dit onderzoek opgestart hebben van wat voor appeals moet je doen om jongeren, twintigers, dertigers in actie te krijgen om die iets goeds te doen voor een laten doen voor een ander of voor jouw goede doel, want dat is ook een goed. Dus dat heel in het kort over deelnemen aan Giving Tuesday. We hebben een ontzettend mooie wereldkaart. Daar zie je nu vooral Nederland op. Dus als je je actie aanmeldt op givingtuesday.nl, dan verschijnt die op deze kaart. Als jouw leden of vrienden dat doen, dan verschijnen zij ook op die kaart. Ja. En daardoor laat je dus aan iedereen zien wat je aan het doen bent. De pers kan jou vinden. Andere mensen die jou willen helpen kunnen jou vinden. Jouw vrienden en leden kunnen laten zien wat voor goeds ze doen. Nou, ja. Kort samengevat, dat is het eigenlijk wel. Juist, en ik denk waar we nu overschakelen is naar het belangrijkste van vandaag. Het webinar van Blokes met het onderzoek wat ze voor ons uitgevoerd hebben. En wat interessante informatie ook voor goede doelen en non-profits geeft. Wij kregen vanuit de deelnemers bij Giving Tuesday in 2019 bij de eerste editie vaak de vraag, hoe activeer ik twintigers en dertigers? Nou, dat is voor ons ook een belangrijke vraag, omdat we inderdaad via social media ook als beweging de jongere doelgroep willen bereiken en die aanzetten tot iets goeds doen. Dus we hebben Blokes gevraagd om dat te onderzoeken en dat hebben ze ja, behoorlijk goed aangepakt vanuit een hele nieuwe techniek. En ik denk dat het tijd wordt om het woord aan Saskia te geven om het hele onderzoek te laten zien wat gedaan is voor ons en wat daar de belangrijkste bevindingen uit zijn. Yes, dankjewel Jordan. Ik ben Saskia Vinke, zelf een twintiger, bijna dertiger. Dus het onderzoek gaat eigenlijk over mij. Ik ben onderzoeker bij Blokes, waarin ik eigenlijk veel onderzoek doe bij Blokes, maar vooral gespecialiseerd ben in de goede doelensector. Verder ben ik zo bij Blokes gekomen dat ik stage bij hen heb gelopen vanuit mijn Master Brain and Cognition op de UvA. Daar op de universiteit heb ik heel veel onderzoek gedaan naar bewustzijn en onbewust gedrag, waarom we bepaalde dingen doen. En ik ben ook afgestudeerd met een onderzoek naar het gebruik van
verschillende afbeeldingen voor goede doelen. Dus moet je een positieve afbeelding gebruiken, moet je een negatieve afbeelding gebruiken en hoe, wat werkt nou het beste om mensen te laten doneren. Nou, en ik heb dit onderzoek ook voor Blokes gedaan. Bij Blokes werken we ook eigenlijk met best wel veel goede doelen samen. Hier zie je een paar goede doelen links staan. We werken ook nog met heel veel andere bedrijven. Wat we ook bijvoorbeeld voor goede doelen doen, is dat we een donatiemonitor uitbrengen elke 3 maanden ongeveer, met hoe ziet eigenlijk het geefgedrag van Nederland eruit. En ook nog een leuk nieuwtje vanuit onze kant is dat wij ook sinds deze week aangesloten zijn bij Goede Doelen Nederland. En dat wij ook hopen daarmee heel veel leuke dingen te kunnen doen en mooie kortingen te kunnen geven bij doelen die daarbij aangesloten zijn. En vanuit Goede Doelen Nederland komt er binnenkort daarover ook een persbericht uit. Nou, ik wil jullie eerst ook even iets vertellen over wat wij nou precies doen bij Blokes en waar wij in geloven. Nou, waar wij eigenlijk in geloven is deze quote die wij heel goed vinden, is dat mensen eigenlijk kort samengevat vaak niet precies doen wat ze zeggen. En dat kan je ook heel erg zien als dat mensen vaak sociale antwoorden geven en mensen willen goed overkomen, maar soms weten mensen ook überhaupt helemaal niet wat ze nou eigenlijk gaan doen. Goed voorbeeld hieraan, als je zou vragen aan iemand, hey, wil jij je doneren aan mijn goed doel? Of vind jij dat nou eigenlijk een goede organisatie? Dan zeggen veel mensen ja. Want in principe is natuurlijk elk goed doel een goed doel. Maar als we kijken naar, doneert iedereen dan ook overal aan? Dan is dat antwoord natuurlijk heel erg anders. Dus wij zijn er eigenlijk op gericht van, hoe kunnen we dit nou wel echt meten wat mensen daadwerkelijk gaan doen? Nou, dat doen wij eigenlijk door gebruik te maken van deze theorie van Kahneman. Dat is ook een Nobelprijswinnaar. En die kijkt eigenlijk naar 2 systemen. Waarbij we in systeem 1 het emotionele systeem hebben. Waarbij het dus ons om het onbewuste gaat. En dat systeem werkt heel snel eigenlijk. En het systeem 2 is ons rationele systeem. Dus dat is meer ons bewuste systeem, waar we heel erg wat veel langzamer werkt en waar we expliciet mee bezig zijn. Nou, uit heel veel onderzoeken komt naar voren dat eigenlijk 95% van onze beslissingen emotioneel zijn en eigenlijk in dit systeem 1 gemaakt worden. Hierdoor hebben wij dus ook een onderzoeksmethode ontwikkeld die dus dat systeem 1 meet in plaats van het systeem 2, wat je dus bijvoorbeeld meet meer bij vragenlijsten. Nou, even samengevat dus dat eigenlijk 95% van de consumentenbeslissingen worden onbewust genomen. Wij proberen deze 95% meten wij dus door te kijken naar intuïtie, emoties, drijfveren en verborgen voorkeuren. En daarmee kan je dus je marketingbeslissingen, campagnes en andere beslissingen kan je dus optimaliseren. Nou, hoe doen we dat? Dat doen wij eigenlijk, wij hebben onze eigen platform. Ons impliciete platform, en daarmee testen wij dus verschillende uitingen, woorden, appeals, wat we met dit onderzoek hebben gedaan. En dat doen we door te kijken naar wat voor keuzes mensen maken en hoe snel mensen deze maken. En dit gaat over reactietijden, dus het gaat over milliseconden. En daarmee kan je dus kijken hoe sterk is een associatie met een bepaalde tekst of met een bepaalde afbeelding. En die associaties die kunnen we dus zijn verschillend van hier bijvoorbeeld hier rechts Heineken. Nou ja, die willen natuurlijk refreshing zijn. Dus dan gaan we kijken hoe sterk is deze afbeelding, heeft die de associatie refreshing. Hiermee kunnen we dus heel goed eigenlijk voorspellen wat het onbewuste gedrag is of de onbewuste voorkeuren die iemand heeft bij een bepaalde afbeelding of tekst of campagne. Nou, dit passen we bij echt heel veel verschillende uitingen, soorten toe, ook bij goede doelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan van, nou ja, hoe zit het met mijn imago of mijn doel? Ben ik wel onderscheidend genoeg? Denken mensen wel eraan? En dan kunnen we dus meer kijken van, nou ja, zijn jouw merkwaarden, zijn dat ook de merkwaarden die bij mensen naar boven komen? Of lijkt jouw doel misschien heel veel op heel veel verschillende andere doelen? Dus zo kunnen we kijken in eerste stap, nog zonder een campagne of iets, wat zijn associaties die bij mensen naar boven komen als ze aan jouw doel denken. Nou, daarnaast onderzoeken we vaak ook concepten voor campagnes bijvoorbeeld. Dus welke richting moet je überhaupt op met je campagne? Moeten we het hierover hebben? Moeten we het daarover hebben?
Welke kleuren gebruik ik daarvoor? Wat voor soort afbeeldingen gebruik ik daarvoor? Dus dat is echt de beginfase van hoe je een campagne ontwikkelt. Wat we ook vaak doen, is dat een doel naar ons toe komt en zegt, nou, ik heb hier vier verschillende campagnebeelden voor deze campagne. Welke is het beste? En dan kijken we dus weer naar welke scoort het hoogste op doneren, welke scoort het hoogste op betrouwbaarheid. En zo kunnen we dus ook in een later stadia, kunnen we ook kijken welke hierin eigenlijk het beste scoren. En dan uiteindelijk doen we ook nog pricing onderzoek. Dit is begonnen bij ons door in de supermarkten te onderzoeken wat zijn nou eigenlijk de beste prijzen die het beste bij een product passen. Maar dit doen we ook door bijvoorbeeld te kijken, nou in een DM, welk donatiebedrag moet je daar bijvoorbeeld neerzetten? Of op de website, uit welke drie bedragen kan iemand standaard kiezen? En dan kijken we eigenlijk ook, wat is nou, wordt als te veel gezien en wat wordt als te weinig gezien? Waardoor je dus het perfecte donatiebedrag omhoog kan halen. Nou, ik ga je verder vertellen hoe we dit nou, deze hele methode hebben toegepast bij het huidige onderzoek, waar we dus gaan kijken hoe je twintigers en dertigers kan aanzetten om iets goeds te doen via social media. Nou, er werd net al iets over de context verteld. Dus dat weten jullie wel. Nou, we hadden eigenlijk drie grote vragen in het onderzoek. De eerste was, wat voor een soort appeal moet je nou gebruiken om mensen in eerste instantie aan te zetten om iets goeds te doen? Daarna hadden we de vraag, hoe zorg je er dan uiteindelijk voor als iemand die intentie heeft, dat mensen zich ook gaan aanmelden bij Giving Tuesday? En als laatste, wat is de invloed van Black Friday op Giving Tuesday? Omdat het toch met elkaar gekoppeld is, maar heeft Black Friday ook een invloed op de waardering van Giving Tuesday? Nou, we zijn dus gaan kijken naar verschillende appeals. En ik zal deze even kort toelichten, want het kan zijn dat niet iedereen ze nog kent. Nou, de eerste appeal waar we naar wilden kijken was de guilt appeal. Dit heeft er eigenlijk mee te maken dat je iemand schuldig gaat laten voelen. Dus bij Giving Tuesday kan het dan zo zijn van, nou ja, je hebt veel gekocht misschien met Black Friday. En je kan ook iets teruggeven. Dus dat je daarmee laat je iemand eigenlijk schuldig voelen. Maar door te doneren balanceer je dat negatieve gevoel weer uit. Dus dat iemand zich uiteindelijk nog steeds goed voelt. Dus hierbij gaat het er niet om dat we mensen alleen maar heel erg schuldig willen laten voelen. Maar uiteindelijk dat schuldgevoel ook weer opgelost wordt door bijvoorbeeld te doneren of vrijwilligerswerk te doen. Dus dit is de eerste appeal waar we naar hebben gekeken. Dan hebben we ook nog positive framing. Deze is eigenlijk heel simpel en dat is dat je een positieve boodschap laat zien. Dus je laat een positief resultaat zien of iets anders positief. En dat heeft ermee te maken dat mensen het heel fijn vinden om een positieve uitkomst te zien. En je hebt hier ook een theorie bij, dat heet de Approach Avoidance Motivation Model. En dat gaat erom dat mensen zich aangetrokken voelen tot positieve slogans en teksten en eigenlijk weg willen van negativiteit. Dus dan kan je eigenlijk met de negatieve framing kan je mensen zich wel laten schrikken en dat ze gaan doneren, maar eigenlijk voelen mensen zich vaak beter aangetrokken tot positieve berichten. Dus deze hebben we ook getest. Daarnaast hebben we ook de self-oriented appeal naar gekeken en dat gaat erover dat mensen eigenlijk, we zijn egoïstische wezens en dat mensen het fijn vinden als het zelf wordt aangeroken. Dus bijvoorbeeld door te zeggen, teruggeven voelt goed. Je bent een held als je geeft. Dit soort verschillende appeals zijn dit dus. En dan hebben we ook nog de community-oriented appeal en dat gaat eigenlijk met het samen zijn. Dus dat is met er voor elkaar zijn, samen meedoen, samen sterker. En dat geeft een natuurlijk gevoel van voldoening. Gemeenschap is iets wat wij eigenlijk van nature in ons hebben. Dus dat kan mensen ook een heel goed idee geven. Goed gevoel geven. En dan hebben we nog de twee laatste. En dat ging meer over mensen dus echt laten inschrijven. En dat gaat het over het delen van je status. En dat komt omdat vrijwilligerswerk doneren eigenlijk een prominente status heeft in onze maatschappij. En door dat dus te delen, net zoals dat we alles delen op social media, tenminste mijn generatie, dat je daarmee dus eigenlijk status verwerft.
En dan hebben we nog een andere en dat gaat erover dat mensen heel graag het gedrag van een medemens kopiëren, omdat we sociale wezens zijn. En dat zie je hier bijvoorbeeld rechts, meer dan 12.000 deelnemers aan vele handen. Zoveel bezoekers gingen er voor je. Dat zijn allemaal voorbeelden voor de copying behavior. Nou, dit waren uiteindelijk de appeals die we hebben gebruikt om de eerdere drie vragen te beantwoorden. Dit hebben we dus gedaan. Ja. Misschien even tussendoor komt een leuke vraag binnen. Ja. De vraag is of je ook getest hebt hoe het geefgedrag is wanneer je eerst negatief framed, bijvoorbeeld bij koude werving, en vervolgens in de journey positief framed. Oh ja. Ja, hele interessante vraag. Dat is inderdaad zeker een hele goede. Uit veel onderzoeken heb je ook dat mensen het heel fijn vinden als hun negatief gevoel inderdaad wordt opgelost door daarna een positieve uitkomst te laten zien. Maar in dit onderzoek hebben we dat niet gedaan. Dus bij deze appeals kan ik hier geen antwoord op geven. Maar dit is zeker wel iets wat eerder is onderzocht en wat kan helpen, wat je ook in veel reclames bijvoorbeeld ziet van reclames die vieze luchtjes en zo, heb je er een van, dat je dan eerst ziet van nou ja, alles ruikt vies en rotte geurtjes uit je prullenbak en dan zie je iemand, en dat is dus negatief gevoelens, dan zie je iemand sprayen en daarna is iedereen blij. Dus dat zijn wel appeals die in die volgorde kunnen werken, zeker. Maar in dit onderzoek hebben we daar niks mee gedaan. Ik zal verder gaan. In het huidige onderzoek hebben we dus 211 deelnemers. Dat waren allemaal Nederlandse respondenten, verdeeld over de twee leeftijdsgroepen, dus 20ers en 30ers. En al onze respondenten gebruikten Instagram en of Facebook. Verder hebben we dit beantwoord door gebruik te maken van een priming taak. En daar hebben we de net besproken appeals ook in de priming taak. Nou, de priming taak ziet er zo uit dat iemand eigenlijk eerst geprimed wordt met hier bijvoorbeeld te geven voelt goed. Dat was dus de self-oriented appeal. Die kregen mensen te zien in combinatie met Giving Tuesday, omdat het daar natuurlijk over ging. En dan vervolgens moeten mensen woorden categoriseren in de categorie meedoen bijvoorbeeld, of in de categorie negeren. En dan keken wij dus naar de reactietijd hierop. Dus eigenlijk hoe sterk is de associatie meedoen als je deze appeal ziet. Straks zullen we de scores zien van wat er bij alles uitkomt. Dat ziet eruit zoals hier in een bar chart, waarmee eigenlijk hoe hoger de score, hoe sterker de positieve associatie er is. En een negatieve score betekent een negatieve associaties. We hebben ook natuurlijk significatie gekeken. En dat kan je zien als er een sterretje in de bar zit. Maar dat zal ik er zo ook wel even bij vertellen. Nou, dan gaan we naar de eerste resultaten. En dat bij de eerste vraag was natuurlijk, welke appeal zet nou eigenlijk het meest toe om iets goeds te doen? Nou, we hebben hier in de grafiek, zal ik het even uitleggen. De grafiek heb ik dus opgesplitst in 20ers en 30ers. Waarbij dus de bovenste balk met de appeal erin is dus eigenlijk degene die het beste werkt voor deze groep. Nou, als we in het algemeen kijken, zien we dat er verschillende eerste plekken zijn dus bij de 20 en 30ers. Bij de 20ers werkt de self-oriented appeal werkt het beste, waar je dus eigenlijk op het ego van de toekomstige donateur inspeelt. En verder werkt de guilt appeal werkt dus ook significant goed voor de 20ers. Nou, als je kijkt naar de 30ers werkt dus ook die guilt appeal. Dus dat is iets wat voor beide doelgroepen eigenlijk goed werkt. En bij de 30ers, dat is opvallend, werkt de community appeal, de community oriented appeal weer beter. En die werkt bij de 20ers niet zo goed. Dus daar zie je echt het verschil dat 20ers veel meer gericht zijn op het ik. En die 30ers zijn veel meer al gericht op het wij. Wat we ook wel zien überhaupt als je naar een jongere en een oudere doelgroep kijkt. Dus dat is eigenlijk het eerste resultaat wat we bij de eerste vraag kunnen beantwoorden. Nou, dan kan je dus eigenlijk concluderen dat voor als je niet een onderscheid zou maken tussen 20ers en 30ers, maar gewoon dus 20 tot en met 40 wil kijken,
kan je dus het beste inspelen op iemands schuldgevoel. Dit kan je dus doen door bijvoorbeeld te zeggen, uitgegeven op Black Friday, geef je het terug met de Giving Tuesday. Dus dit is eigenlijk eentje die in het algemeen goed bij beide doelgroepen scoort. Als je wel bijvoorbeeld jouw campagne echt wil opsplitsen naar kleinere doelgroepen, dan kan je voor de twintigers het beste een self-oriented appeal gebruiken. Dus je wil eigenlijk bij de twintigers direct het zelfconcept aanspreken door bijvoorbeeld woorden als jij, je en persoonlijke gevoelens te gebruiken. Dus je kan zeggen, je bent een held als je doneert, je bent een held als je geeft, teruggeven voelt goed. Dus dan gaat het er eigenlijk alleen maar om dat je met je slogan eigenlijk het ego van de ander aanspreekt. En dan natuurlijk niet weer zo extreem, maar een balans daarin kan vinden. En tot slot, bij de dertigers kan je dus het beste inspelen op het gevoel van community. Dus woorden als samen, met elkaar, voor elkaar, wij. Daarmee worden zij dus eigenlijk het meest aangezet om iets goeds te doen. Dus bijvoorbeeld er zijn voor elkaar, samen helpen, samen geven. Dus dat was eigenlijk het eerste gedeelte van het onderzoek. Dus de eerste vraag, nou, hoe gaan mensen überhaupt intentie krijgen om iets goeds te doen? Nou, de volgende kwestie is natuurlijk dat als mensen die intentie hebben, hoe gaan ze zich dan aanmelden, ook daadwerkelijk bij Giving Tuesday? Nou, hier hebben we opnieuw dezelfde soort grafiek. Alleen hebben we hier een paar andere appeals bij zitten, omdat het hier meer gaat dus eigenlijk om dat behavior, copying behavior en die status te delen natuurlijk op Instagram en Facebook. Nou, we zien hier ook weer een vrij groot verschil tussen de twee doelgroepen. Dat kan je meteen eigenlijk zien dat community-oriented, wat weer bij de dertigers als beste appeal wordt gezien, dat die bij de twintigers eigenlijk totaal negatief wordt gezien, want dat zit in de min. Zoals je naar de twintigers kijkt, dan werkt eigenlijk, is er niet één hele sterke die eruit springt, maar de sharing status is dus eigenlijk dus het online delen van je aanmelden, dus het delen via je Instagram, of het delen bij je vrienden, of het delen op Facebook, dat werkt het beste. We kunnen bij de dertigers ook zien dat dit bij hun ook goed werkt, maar dat toch die community appeal, dat nog steeds bij de dertigers het beste werkt. Nou, even samengevat, dus dat bij eigenlijk beide doelgroepen werkt het heel goed om te zeggen dat ze het moeten delen. Het is een generatie, eigenlijk millennials, die het fijn vinden om te laten, om te delen met vrienden, om het te delen online. Dus spoor dat ook zeker aan door te zeggen, deel dat je meedoet, laat weten dat jij ook geeft. Deel Giving Tuesday met je omgeving. En hiermee kan je er dus voor zorgen dat mensen het ook daadwerkelijk gaan doen en dat ze het dus ook weer gaan delen. Nou, en dan was er nog apart bij dertigers zag je toch dat die community appeal, dat die weer echt naar voren kwam als een hele goede. Dus eigenlijk net zoals de vorige, wat je zag in de vorige stuk, dat je dus weer woorden als samen met elkaar voor elkaar en bij kan gebruiken hiervoor. Dus samen meedoen, met elkaar meedoen. Of met je buurt meedoen, met je club meedoen. Dit soort dingen, dat je echt dat gevoel van samen creëert. Dan hadden we als laatste nog wat voor een invloed heeft Black Friday eigenlijk op Giving Tuesday. Interessante vraag, want Black Friday wordt als veel mensen gezien als iets heel positiefs. Ze kunnen shoppen met korting. Maar het kan ook weer een negatieve invloed hebben, omdat veel mensen het ook zien als natuurlijk heel veel consumeren. En is dat nou wel eens goed? Of het is best wel Amerikaans. Dus het is goed dat we hier natuurlijk ook naar hebben gekeken. Waar we hier naar hebben gekeken is eigenlijk hoe scoort Black Friday aan zich. Dat is dus de oranje-gele balk. Hoe scoort Giving Tuesday zonder Black Friday? Dus ook alleen. Dat is de groene balk. En hoe scoort Giving Tuesday en Black Friday samen? Nou, wat we zien is dat het grootste verschil is eigenlijk dat de twintigers heel erg positief tegenover Black Friday staan en de dertigers niet. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil
Dus als je ook de doelgroepen hier niet in jouw campagne niet zou willen opsplitsen en deze dus als één doelgroep wil zien, kan je Black Friday dus het beste weglaten, omdat er dus echt een groot verschil daartussen is. Voor de rest scoort Giving Tuesday in het algemeen goed. En bij twintigers scoort hij minder dan Black Friday, wat ook te maken kan hebben met de bekendheid van Giving Tuesday. En dan had je ook nog de combinatie van het laten zien van samen Giving Tuesday en Black Friday. En deze scoort bij de twintigers niet zo goed. Bij de dertigers scoort hij weer wat beter, wat zou kunnen betekenen dat dat puur komt omdat Giving Tuesday erbij staat. En de dertigers zo gesmeerd waren van Black Friday. Oh, ik dacht dat ik hier nog een advies. Dus wat ik eigenlijk hier als advies erbij wil zeggen is dat als je het uitsplits naar twintigers en naar dertigers, gebruik dan bij die twintigers wel Black Friday en bij de dertigers niet. Als je het niet zou uitsplitsen, gebruik het dan niet, voor de zekerheid. Nou, dit was waarschijnlijk vrij veel informatie in één keer. Dus ik heb het nog eventjes kort in 6 punten eigenlijk opgeschreven. Dus dit is eigenlijk een soort samenvatting. Nou, wil je twintigers aanzetten tot helpen, gebruik dan de self-oriented appeal en de guilt appeal. Dus speel in op het ego en speel in op schuld. Bij de dertigers is het zo dat je op die community appeal en ook die guilt appeal kan inspelen. Dus het gevoel van samen zijn en ook het gevoel van schuld. Dan wil je twintigers zover krijgen dat ze het ook echt gaan aanmelden. Laat ze dan de boodschap delen. Dus ga echt over dat status delen en sharing status. Ga daarop in. Bij de dertigers is dit ook zo, maar ook die community appeal is hier nog steeds belangrijk. En voor de rest zien we ook in het onderzoek, wat natuurlijk heel fijn is, dat Giving Tuesday in het algemeen ook hele positieve associaties opwekt bij beide doelgroepen. En dat je bij twintigers een positief gevoel hebben bij Black Friday en dertigers een negatief gevoel. Nou, hoe kan je dit nou, al deze informatie gebruiken? Nou, in het algemeen, als jullie dus iemand willen aanzetten om iets te doen voor Giving Tuesday, kan je het best in het algemeen gebruik maken van een guilt appeal. Dus laat op je Instagram of op Facebook een post voorbij komen waar je iets zegt over Giving Tuesday. Dus een guilt appeal kan je doen door dus eigenlijk iemand schuldig te laten voelen en dit gevoel dan vervolgens weer oplossen met hoe ze dit kunnen oplossen. Dus iets gekocht is het stuk waar iemand zich eigenlijk schuldig door voelt. Geef ook eens iets terug, is de oplossing bieden voor dit schuldgevoel. En dit dus opnieuw, als je ook nog in het algemeen in combinatie met Black Friday, kan je dit dus het beste niet combineren daarmee, als je dus niet gesplitst naar de verschillende doelgroepen kijkt. Nou, als je los naar de twintigers kijkt, kan je dus eigenlijk het beste inspelen op het zelf, dus het ego. Dat doe je dus door te vertellen dat het eigenlijk heel erg fijn is voor iemand om mee te doen aan Giving Tuesday, dat het je lekker laat voelen, dat je een held ervan wordt, dat het je een beter persoon maakt eigenlijk. En dit natuurlijk wel op een beetje een gematigde manier, dat iemand niet denkt, nou ja, gaat het nog over het doel zelf, maar wel inspelen eigenlijk over het gevoel en de status die het jou geeft. Nou, ook weer bij twintigers werkt het ook heel goed dat ze het vervolgens kunnen delen en dat ze het ook weer die status kunnen laten zien. Dus eigenlijk de conclusie is bij twintigers dat het klinkt misschien een beetje hard, maar dat het heel goed werkt om op het ego in te spelen en op het delen ook online. En dat dat eigenlijk een hele grote reden is waarom ze doneren, zodat het eigenlijk lekker voelt en het is een fijn gevoel om goed bezig te zijn voor anderen. Nou, als je kijkt naar dertigers is het best wel een groot verschil, want die zijn dus veel meer bezig met community en er zijn voor elkaar, een omgeving helpen. Dus dat is ook wel echt belangrijk als je die doelgroepen apart gaat benaderen, dat je dus echt die dertigers niet op dat ego, maar echt op het gevoel van community inspeelt.
En het werkt eigenlijk ook hetzelfde met om ze later aan te melden. Dus bij dertigers is het eigenlijk een hele duidelijke boodschap. En dat is speel in op het gevoel van samen en helpen van je omgeving. En dan willen mensen meedoen en melden ze zich aan. En dat was even kort, maar denk ik toch wel alles gezegd. De drie onderzoeksvragen die wij hebben beantwoord voor Giving Tuesday. Ik weet niet of er nog vragen zijn gekomen in de chat. Ik kan het niet zien. Maar dan ja, er zijn een paar vragen gekomen. Heel interessant. Maar op het antwoord eigenlijk is niet onderzocht. Eén vraag was, hoe zit dat, waar je het net al even over gehad hebt met eerst negatief framen en daarna positief framen, maar binnen één journey. Nou, we hebben dat hiervoor niet onderzocht. Hè. Het is een beweging die in Nederland opkomend is. Ja, wat wel. Dus je hebt ook geen één op één journeys. Dat wordt voornamelijk via social media nu gedeeld. Hè. Dus je weet eigenlijk niet of degene die boodschap ziet een nieuw contactpersoon is of al een bestaande. In de theorie is wel die guilt appeal, eigenlijk dus het inspelen op iemands schuldgevoel, eigenlijk een hele korte versie daarvan wel. Want je laat eerst iemand schuldig voelen, wat een negatieve emotie natuurlijk is. En vervolgens zeg je meteen hoe iemand dat kan oplossen. Dus waardoor dus uiteindelijk dat positieve gevoel bestaat. Maar dat is natuurlijk ook heel anders als je het door een hele journey doet. Maar dit zijn wel allemaal, in principe is het altijd zo, als je iemand dus met een negatief gevoel probeert over te halen voor je doel, is het altijd goed te zeggen, maar ook, hoe kunnen ze dat dan oplossen? Dus doneren en help, dan is eigenlijk dat gevoel wel weg. Dus het zit er misschien een klein beetje in bij die guilt appeal, maar we hebben het niet zo in het grote onderzocht eigenlijk. Ja, en jij hebt ook voor andere goede doelen wel eens onderzocht hoe dat in de loop van een customer journey zit. Hè? Als je trouwe donateurs hebt, hoe ga je het dan laten zien? Ja. Ik denk dat dat nu te ver voert. En dat kan ook per doel verschillen en per doelgroep. Andere leuke vraag die hier voorbij komt. Els de Wit zegt, ik zie een onverwacht groot verschil tussen 20 en 30ers. Dat viel mij ook op als 40er. Lijkt er een beetje op dat de 30ers steeds meer gaan lijken op 40ers en 50ers. Hebben jullie met deze methode ook ooit onderzoek gedaan naar deze oudere leeftijdsgroepen? Ja, zeker. Niet bij dit onderzoek natuurlijk ook weer niet, omdat het echt specifiek op deze doelgroepen. Ik moet ook zeggen dat het mij ook verbaasde dat deze verschillen zo groot zijn. Want wij hebben wel vaker, doen wij ook onderzoeken, dat we kijken meer naar twintigers en dertigers en deze dan vergelijken met mensen 50, 60. En dan zien we ook eigenlijk altijd dat de jongere doelgroep altijd veel meer gericht is op het zelf en het ego en de ouderen veel meer op elkaar. Maar het is inderdaad grappig dat die twintigers dat echt zo extreem nog meer hebben. Kijk, ze hebben allebei wel natuurlijk dat guilt appeal, dat schuldgevoel, wat echt heel goed werkt. Het is zeker een interessante uitkomst. En we zien het inderdaad bij de oudere doelgroepen altijd. Maar dit is ook dat wij voor het eerst zo specifiek echt naar die 10 jaar hebben gekeken. Dat we toch ook zien dat daar een verschil in zit. Ja, mega interessant om te zien hoe je dan die gevoelige snaar kan raken. Ja, een vraag die ik denk ik aan Theo of Jordan wil stellen. Monique Jacobs, die vraagt van, kan ik mijn doel nu al delen? Ik heb een goed doel, wat ik graag wil delen. Doe ik dat dan op 2 december, wat dit jaar Giving Tuesday is, of doe ik dat nu al? Nu al inderdaad, en het is, even nog voor de duidelijkheid, ik heb dat ook in de chat beantwoord. Het is dinsdag 1 december 2020 dit jaar. Nee, maar dat was de vraag in de chat. Maar het is dus dinsdag 1 december 2020, de dinsdag na Black Friday. En het is heel verstandig als non-profit om je actie zo snel mogelijk uit te werken. Ik heb ook in de chat al aangegeven dat we op onze website toolkits en een werkboek voor non-profits hebben staan. Die kun je downloaden. Mieke, wil jij even je microfoon uitzetten? Oké, ik ga even verder. Dankjewel. Ja, super. Ja. De toolkit was je gebleven.
Ja, we hebben een toolkit en een werkboek voor non-profits op onze website staan. En de toolkit geeft een hele hoop tips en tricks aan hoe je een succesvolle actie voor Giving Tuesday kunt bepalen als non-profit en hoe je die in kunt zetten. Via social media staan dus ook voorbeeld social media berichten op. En wij zelf moeten nog even kijken met de uitkomsten uit dit onderzoek dat we die berichten ook nog daarop aanpassen met die verschillende appeals. En het werkboek helpt je om je een doel te stellen bij Giving Tuesday. Dus wat is jullie grote doel? Wil je een x-bedrag ophalen als non-profit? Wil je een x-aantal vrijwilligers werven voor je organisatie? Wil je je aantal likes of volgers verhogen op social media? Dus stel een groot doel wat je wil bereiken als non-profit. En verzin daar de campagne omheen. En zorg ervoor dat je dus met een team werkt om het doel te bereiken op 1 december tijdens Giving Tuesday. Maar wat we ook altijd zeggen is, 1 december is de dag van Giving Tuesday. Je kunt je actie starten voor Giving Tuesday. Of je actie start bijvoorbeeld op Giving Tuesday, terwijl die nog een week doorloopt, of misschien wel de hele maand december. Dus het is niet zo dat je alles per se op die ene specifieke dag moet concentreren. Nee, Giving Tuesday is gewoon een dag om te laten zien met z'n allen wat we doen als non-profits en om aandacht te vragen en je doel te bereiken tijdens Giving Tuesday. Dus dat kan op één dag, maar wij raden altijd aan, stel een doel vooraf aan Giving Tuesday, werk het werkboek uit samen met het team om de campagne te lanceren en ja, de dag zelf, Giving Tuesday natuurlijk centraal te stellen in de actie om als slotdag te fungeren of als aftrap van een campagne in december. Ja, leuk. Fijn dat je dit toelicht. Ondertussen heeft Saskia ook al in beeld gezet hoe jullie deel kunnen nemen. Wat de link is naar die deelnamepagina die Jordan net noemde. Vraagje van Amber. Je vraagt als goed doel straks aan 20ers en 30ers om mee te helpen op Giving Tuesday. Is doneren dan voldoende om aan het guiltgevoel te voldoen? Of wil men eigenlijk meer in fysiek in actie komen? Eigenlijk is dat de vraag, wat willen jullie als non-profit? Ik zag Theo ook reageren, wil je hem overpakken, Theo? Ja. Je ziet in ieder geval, ook, dat klopt ook wel met dit onderzoek, dat twintigers en dertigers vaak iets anders willen doen als standaard €3 overmaken. En of dat nu, zeg maar, een hardloopwedstrijd is, of een zwemwedstrijd, of een emmer koud water over je hoofd heen gooien. Probeer creatief te zijn in de vragen die je stelt. En laat mensen zoveel mogelijk ook zelf invullen wat ze willen doen. Als je meedoet met de Giving Tuesday campagne, gaat het er vooral om mensen in actie te krijgen. En mensen vinden het leuk om zelf te bedenken wat ze zouden willen doen. Dus op het moment dat jij dat heel specifiek zegt, alleen doneren, dan sluit je dus inderdaad een heleboel mensen uit die dat niet leuk vinden. Ja, en ik denk wel dat wij in eerdere onderzoeken hebben gezien, Saskia, dat alle manieren waarop je helpt, kunnen helpen om het schuldgevoel te verminderen. Dus dat kan ook bij doneren. Zeker. Maar inderdaad ook op vele meer betrokken acties, zoals Theo net als voorbeeld geeft. Ja, en wat Theo zegt is ook zeker waar hoor. Wij zien ook heel erg dat jongeren graag echt meer zelf in actie komen. En dat zie je ook wel met gewoon de jongere generatie, dat die veel meer weer bezig is met eigenlijk activistisch bezig is om organiserend in plaats van eigenlijk alleen doneren. Dus dat is ook zeker goed om al die opties te geven, denk ik ook. Ik heb zelf nog in actie bij ons langs zien komen tijdens Giving Tuesday. Maar denk ook aan bijvoorbeeld aan kerst, wat je wel eens hoorde. Iedereen krijgt een kerstpakket van zijn bedrijf of een kerstcadeau. En is vaak niet helemaal happy met datgene. En dan krijg je zelfs op marktplaats van dat verdeelschema's van ik heb dit over, wil jij dit hebben, et cetera. Nou, je zou zelfs kunnen zeggen van hey, je hebt bij Black Friday iets gekregen wat je niet aanstaat en geef het terug aan een non-profit of aan iemand anders bijvoorbeeld. Dus op alle manieren kun je bijdragen tijdens Giving Tuesday. En doneren is dus zeker niet wat centraal staat tijdens Giving Tuesday. Maar kun je ook zeker benutten om donaties voor je organisatie te werven. Ja. Ik sprak toevallig net een klant van ons. Ik zal de naam even niet noemen. Maar ik ga wat informatie van jullie doorsturen, Theo en Jordan. Zij
leveren wereldwijd aardig wat elektronica. En ik noemde dit webinar, dat ik na een meeting hier naartoe zou gaan. En die zei, nou, stuur maar eens even op. Ik ga eens even kijken of ik wat kan regelen. Okay. Dus dat kan ook, hè? Ja. Daar kom ik op terug bij jullie. Maar zo zie je dat je op allerlei manieren kan deelnemen. En ook dat soort bedrijven vinden dat soms leuk om dan in een schijnwerpers gezet te worden en dat op de kaart te laten zien. Ja. Is vooral ook zeg maar de boodschap van, als goed doel, als je je achterban, je vrienden wilt mobiliseren, leg ze geen keurslijf op. Geef ze de mogelijkheid om zelf creatief in te haken op nou ja, het realiseren van jouw doelstelling. Ja, en er komt net ook nog een vraag binnen van Art Pak. Registreer je het beste als goed doel of als persoon bij de Giving Tuesday site? Nou, dat is eigenlijk als non-profit, als jullie dus een Giving Tuesday actie hebben. Wij zouden altijd aanraden om je non-profit in de picture te zetten, in de schijnwerpers, door je aan te melden bij Giving Tuesday, via de URL die nu op het beeld staat. Je kunt je dus met een eigen account aanmelden, je logoetje van de non-profit uploaden, je eigen URL daarbij plaatsen. En dan sta je dus op een wereldkaart. Als je zegt van ik wil ons laten zien daar waar we het project uitvoeren, dan zet je het in het land waar je het project uitvoert. En anders vul je gewoon de gegevens in waar jullie als non-profit zitten, dus de locatie. En wij gaan rondom iets voor Giving Tuesday in persberichten uitsturen, waar we natuurlijk journalisten en de media op de hoogte brengen. Ga naar de Giving Tuesday kaart. Daar staan alle initiatieven en acties op van non-profits, individuen en bedrijven. En dan kan het zomaar zijn dat een journalist kijkt op de kaart van Nederland, zoekt in zijn lokale omgeving en daarmee misschien wel jullie actie uitkiest om daar meer over te horen en in contact komt met jullie als non-profit, waardoor je misschien wel media-aandacht krijgt. Maar dat is dus wat je als non-profit minimaal zou moeten doen, vinden wij. Sluit je aan als deelnemer, zet je op de kaart met de kans dat dadelijk misschien de media, doordat ze jullie vinden op de locatie waar je zit, met extra vragen komt. Maar roep ook diegenen die iets doen voor jullie als non-profit tijdens Giving Tuesday op om zichzelf ook als individu op de kaart te zetten, waarbij ze ook zeggen van ik ben in actie gekomen voor, en dan weer de naam van jullie non-profit, waardoor je dus misschien wel als non-profit op de Giving Tuesday kaart staat. En als er 20 individuen zijn die zich ook aanmelden als deelnemer aan voor jullie non-profit iets gedaan hebben, dan kom je dus 20 keer als non-profit terug op die kaart. Dus het is altijd verstandig om als non-profit deel te nemen aan degene die iets voor jullie als non-profit bij de actie doen, ook op te roepen zich ook als individu aan te melden op de Giving Tuesday kaart. En misschien als aanvulling nog, dat hebben we ook gezien, dat deze generatie dat graag deelt op social media, hè? Waardoor er hopelijk mensen in een vriendenkring ook in beweging gezet worden. Juist. Er komt nu nog een vraag binnen van Monique. Mag je ook zelf een persbericht naar de kranten toe doen? Zeker. Wij als Giving Tuesday geven niet aan hoe je iets moet doen. Wij geven richtlijnen, toolkits, social media voorbeeldberichten. Je mag Giving Tuesday helemaal toepassen op de manier zoals je dat zelf wil. Op onze site kun je bijvoorbeeld de logo's downloaden van de Giving Tuesday beweging. Dat is het logo en het logo met het hart, wat ik nu op de t-shirt aan heb. Dat hart mag je ook helemaal aanpassen naar een eigen aangepast hart, wat het beste past bij jullie als organisatie. Dus het is absoluut geen vereiste om het logo toe te passen zoals je het kunt downloaden van de website. Dus dat mag je ook helemaal aanpassen naar je eigen inzicht. Leuk. Nou, ik denk mooie laatste vraag, ook om mee af te ronden. Ik hoop dat we jullie hebben laten zien dat er en heel veel mogelijk is. Dat het een goede bijdrage kan zijn voor je eigen non-profit. Ook hoe je deze doelgroepen aanspreekt. Ik vond het leuk om de actieve vragen te merken. Leuk hoe jullie erover nadenken. Zoals eerder gezegd, we gaan deze presentatie opsturen. Het zal in deze dagen naar jullie gestuurd worden. Ook daarin vind je de contactgegevens die net in beeld waren. Heb je vragen aan Giving Tuesday? Hoe moet ik er nu mee omgaan? Vooral stellen. Er komt er nog eentje binnen. Misschien kan jij die pakken, Theo. Ja, nou ik zie er al twee binnenkomen. Hoe denken 50-plussers over Giving Tuesday? Daar zie je dat een groter deel het wat Amerikaansachtiger vindt. Maar dat op zich het idee wel aanspreekt, alleen de naam wat minder. En de andere vraag is, dus vrijwilligers zouden... Vrijwilligers, ja.
ook apart aan kunnen melden. Dat is wat Jordan net zei. Iedereen die iets doet, laat die vooral zich ook aanmelden. En geef aan jullie vrijwilligers, iedereen die iets voor jou doet, de boodschap mee. Vertel het verder op jouw social media, op Instagram, TikTok, whatever. Wat je aan het doen bent en gebruik daarbij de hashtag Giving Tuesday en de hashtag zeg maar jouw goede doel. Dat creëert zowel voor jou als voor ons een heleboel rumoer en is weer een voorbeeld voor mensen om zich volgend jaar ook weer voor jouw goede doel in te zetten en voor aan Giving Tuesday mee te doen. Oké, leuk. Nou, ondertussen stomen er wat bedankjes binnen. We hebben het allemaal heel erg graag gedaan. Ik vond het zelf ook heel interessant. Laat vooral weten als er later nog vragen opkomen bij Theo en Jordan over hoe zet ik het nou in voor mijn non-profit. Als jullie vragen over het onderzoek hebben, stel ze gerust aan Saskia of mij. En ik hoop jullie in de toekomst nog te zien. Jullie kunnen ons volgen op LinkedIn ook. Dan word je op de hoogte gehouden van dit soort webinars. En heel veel succes met het zelf inzetten en jezelf helemaal klaarmaken voor 1 december. We hopen veel van jullie op de kaart terug te zien. Ja, ik heb nog een kleine toevoeging, DJ. Omdat we nu met nog 62 mensen in het webinar zitten. Op de website van Giving Tuesday vind je ook de open community. We hebben een Slack community gemaakt waarbij iedereen zich kan aanmelden. Dus wil je met ons in discussie gaan, vragen stellen, meld je op de open community aan. Zodat je ook met, daar zitten nu zo'n 14 goede doelen op die community of vrijwilligers bij goede doelen. En dan kunnen we samen in contact komen over hoe zet ik een actie op, et cetera. En kunnen we bespreken in de community hoe je Giving Tuesday het beste toe kunt passen. Dus ik zou aanraden, meld je aan bij de Giving Tuesday community. Ja, we zullen die gegevens ook even opnemen in de presentatie die we versturen. Super. Oké, nou, alle hartelijk dank. Ik hoop dat jullie inspiratie hebben voor de rest van de middag en in de aanloop naar 1 december. Fijne dag allemaal.